Welkom bij een nieuwe aflevering van Zorgkast, de Bijbelpodcast voor zorg- en hulpverleners. Vandaag zijn Wil Voûté en Daphne Euser aan het woord, medewerkers bij een van de dagbestedingsgroepen van Lady Zorggroep. Vandaag lezen wij voor u een favoriet psalm van de cliënten van de dagbesteding. Psalm 139, 1 tot en met 10. Een psalm van David. Heer, u kent, u doorgrondt mij. U weet het, als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong of u, Heer, kent het ten volle. U ontsluit mij van achteren, van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen en hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugel van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de veste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Op onze dagbesteding hebben alle cliënten te maken met geheugenproblematiek of een vorm van dementie. Het kan moeilijk zijn om te leven met deze diagnose. Cliënten merken dat ze steeds meer verliezen. Achteruitgang van het korte termijn geheugen, niet meer weten welke dag het is en buiten verdwalen zijn voorbeelden van situaties waar onze cliënten mee te maken kunnen krijgen in het dagelijks leven. Het kan eenzaam zijn. In feite is het een rouwproces en wordt er afscheid genomen van alledaagse dingen die zo gewoon leken. Soms is er een verlangen naar vroegere tijden. Of angst voor wat nog gaat komen. Als we samen lezen uit Psalm 139, zie je dat het wat doet met de ouderen op onze groep. Dat ze zich gesteund voelen en weten dat zij niet alleen zijn. God is met hen, altijd, en laat hen niet in de steek. En wij mogen als medewerkers helpen. Troosten, samen zingen, lezen en een luisterend oor bieden. Het zijn hele waardevolle momenten die wij mogen delen met onze cliënten. Momenten waarop je heel dicht bij iemand staat en voelt dat je verbonden bent met elkaar. Op zulke momenten voel ik een diepe dankbaarheid dat ik dit werk mag doen en alles heb gekregen wat nodig is om in mijn werk wat te kunnen betekenen voor de cliënten. Laatst is de echtgenoot van een van onze cliënten overleden. Mevrouw was diep bedroefd en amper in staat om aanwezig te zijn op de dagbesteding. We hebben speciaal voor haar bij onze dagopening Psalm 103 gelezen. Mevrouw gaf aan deze tekst prachtig te vinden en bedankte ons. Ondanks haar verdriet kan ze spontaan beginnen te zingen als zij het zo voelt in haar hart. Psalm 23 is een van de versen die zij heel mooi vindt. Psalm 23 wordt op onze groep ook veel gelezen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. En voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden, tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengten van dagen. Het is voor ons als medewerkers bijzonder om te zien hoe mevrouw dit kan en durft te delen met anderen. Ze inspireert niet alleen de andere cliënten, maar ook ons als medewerkers. Je mag zingen. Je mag loven en je mag je uitspreken en met elkaar het geloof delen.
In ons activiteitsprogramma is samen lezen, praten en zingen over Bijbelse thema's een vast onderdeel. De meeste cliënten hebben een kerkelijke achtergrond. Veel bekende Bijbelteksten en liederen die de ouderen vroeger hebben geleerd, weten ze nog heel precies. Wanneer er samen gezongen wordt, gebeurt er echt iets op de groep. Er ontstaat een groot gevoel van samenhorigheid en iedereen kan meedoen op zijn eigen manier. De een zingt uit de volle borst, de ander neuriënt de melodie. En we zien dat men geniet. Het kan soms lastig zijn om bij cliënten het geloof ter sprake te brengen. Maar als je de stap durft te nemen, zul je ontdekken dat hier wel behoefte aan is. Om in gesprek te gaan met ouderen raden wij onze collega's het boek Ik zou zo graag een ketting rijgen aan. In het boek zijn thema's met vragen, bijbelteksten en liederen uitgewerkt. Het boek is geschikt voor mensen met een kerkelijke en niet-kerkelijke achtergrond. Vaak komen er mooie gesprekken op gang. Wij hopen dat jullie ook zulke mooie, waardevolle momenten mogen beleven met jullie cliënten en bewoners. En zijn jullie benieuwd hoe het klinkt op de dagbesteding als we samen zingen? Luister dan naar dit lied. We gaan zingen De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Ik heb al wat mij rust. Hij zal mij herleiden naar grazige weiden. Hij voert mij naar zachtjes aan wateren der rust. De Heer is mijn herder. Hij waakt voor mijn ziel. Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. Hij schaagt als wankel en naar hem als veel. Bedankt voor het luisteren naar Zorgcast. We wensen je een gezegende werkdag toe. Zorgcast is een initiatief van de IZB en Lely Zorggroep.